Heb jij een idee, Frans, waar we naartoe gaan? Ik heb geen idee. Nee. Echt helemaal niks? Nee. Ik zal een tipje geven. Een tip. De geluidsman, Roel, ja? Die heeft het bedacht. Ah, die heeft het bedacht. Ah, ja. Maar als je aan Roel denkt, dan denk je aan... aan muziek. Aan muziek, ja. Oh. Maar hij heeft nog een andere passie. Oh ja? Jawel, nee, hij heeft het er al heel vaak over gehad. Of dan zegt hij, ik wil dit weten van Frans. Of ik ben zo benieuwd naar taal. En ik hoop dat we dit een keer tegenkomen. Ik zal je nog een hint geven. Het is mijn ergste nachtmerrie. Hij heeft mij echt, dat weet jij niet Frans, maar gemaild, gebeld, gesmeekt. Van doe nou alsjeblieft. Alsjeblieft mee. Spinnen. Aha. Had ook gekund, is ook een nachtmerrie van mij. Nee, daar niet. Spinnen niet. Je zit wel warm met dieren, maar je weet dat ik ben geen dierenliefhebber. Ik heb geen huisdieren. Nee. Gaan we naar Jacobushoeven toe misschien? Jacobushoeven? Is dat waar we naartoe gaan? Maar als het, tenminste althans, dan rijden we door. Rob's Vogelhof. Ah, wat leuk. Er is één iemand die... Nee, ik ben heel benieuwd. Oh, geweldig. Zo gaan? Ja, we gaan, absoluut. Welkom, ja, we zijn er. Nou, welkom aan de kijkers. Ongelooflijk leuk. We zijn bij Rob's Vogelhof. Jij zegt ongelooflijk ja, leuk. Ja, dat vind ik leuk. Ik vind het ongelooflijk... Spannend, hè? Ik heb helemaal klamme handjes. Oh, echt waar, dat voelen. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb geen oorbellen ingedaan. Ik had een glimmend jasje aan, toen dacht ik, ja, dat glijden ze misschien vanaf. Van mijn jas af. Want heel misschien, als ik het echt... Als ik niet zo eng vind, dat ik er straks één op mijn mouw doe. Ah, dat doe je wel. Maar dan dat moeten jullie mij begeleiden, jij ja, tuurlijk, en vooral Rob. Rob, hè, tuurlijk. Ja, die er alles van weet en die hier aankomt. Yes. Oh, kijk, daar is hij al. Goedemiddag. Hey, dag, Rob. Goedemiddag, hi. Hi. We zullen naar binnen te gaan, hoor. Zo. Ja, het weer zit niet mee vandaag. Nee, ja. Nee. Goed. Ja, ja. Jong manneke. Laten we even kijken. Leuk. Dat is moeders met jong. Ben je bang van vogels? Ja, het is heel erg. Carlijn is bang van vogels. Water. Maar ik ben heel erg serieus. Alleen de kleine die fladderen natuurlijk, niet de grote die zachtjes fladderen. Want 9 van de 10 mensen die bang zijn van vogels zijn alleen bang van de kleintjes die heel veel fladderen. Ja. Nee, dat maakt me niet uit. Het gaat mij gewoon om die klauwen en dat ze in je haar gaan zitten. Nou, dat doen ze niet. Dat doen ze niet. Ja. Dat weet je niet. Het zijn dierenberen. Die zijn onvoorspelbaar. Dat is toch zo? Ja, maar goed. Ze gaan niet zo in de haar. Nou ja, doe maar. Dit is de arena. Welkom in de arena. Het ziet er fantastisch uit. Ja, ja. Mooi hè? Ja. We hebben geprobeerd om eigenlijk ieder deel van de wereld enigszins na het bootje in de verre te komen. Dus een beetje water voor de eenden, een beetje de droogte van Afrika. Dat we alles kunnen laten zien waar de vogels vandaan komen. Ja. En welke vogels heb jij hier allemaal? Poeh, heel veel. Ik heb een heleboel roofvogels. Een beetje een stereotype wat heel veel mensen willen zien, dat mensen imposant vinden. Ja. Europese oeh, Europese zeearend, de kerkuil. Maar daarnaast ook een heleboel vogels die mensen niet verwachten. Een groep nachtreigers, 2 Afrikaanse lepelaars. Oh, okay. Daar hebben we nog meer. 2 Patagonische rotsparkieten. Eenden die rondvliegen en terugkomen. Een raaf, een Afrikaanse schildraaf. Een van de meest intelligente vogels. Okay. Ja, van alles. Ik hoorde jou in het begin zeggen zeearenden. Ja. Ja. En nou begreep ik, had ik ergens gelezen, dat die steeds meer te zien zijn in het wild in Nederland. Ja, dat klopt. In de Biesbos, daar zijn zeg maar voor het eerst weer zeearenden die daar broeden. Ja. En dat is natuurlijk heel gaaf, want ja, Nederland heeft ooit heel lang geleden zeearenden gehad. En nu zijn ze weer terug aan het komen, want die Biesbos echt een heel mooi groot nat wetland geworden is. Hè, dus heel erg groot. Maar kun je ze ook boven het groene woud verwachten? Ze hebben hier gevlogen. Ze hebben een gigantische spanwijdte. Ja. Als ze dan overheen vliegen, dan zie je wel. Maar... Ze hebben een hele grote spanwijdte ook. Ja, een heel grote spanwijdte. Was groot, dat weet jij natuurlijk. Een goede 2,20 meter, redt hij makkelijk. Ook die hier? Ook die hier is, ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat is echt gigantisch als je dat over ziet vliegen. Maar dat is spanwijd, hè. Dat noemen ze dan de vliegende deur. Omdat de vliegende deur? Omdat net op een deur lijkt 2,20 meter. Oké. Okay. Ja. Ze is er stil van.
Kunnen we ze ergens gaan spotten? Ik haal ze allemaal hierheen. Je haalt ze allemaal hierheen? Ik haal ze allemaal hierheen. Hij haalt ze allemaal hierheen. Ja, dus, en niet allemaal tegelijk, want dan hou ik er eentje over. Nee, precies wat ik zei. Klaar voor? Nee, nooit maar. Ja, we gaan er gewoon zo heen. Moeten. Ja, wat is de rest nou? Oh, ja, ik had het pas. Ja. Kijk eens aan, dat zijn kwakjes. Ik zweer het de Frans, echt. Dit doet niks, dit doet echt niks. Je maakt alleen maar lawaai. Kijk zo'n mooi lawaai dat ze maken. Jullie moeten gaan vliegen. Jullie zouden gaan vliegen. Want dit is een Afrikaanse nachtreiger, zeg nee, je. Nee, gewoon een Europese. Oh, dat vind je ook gewoon ja. Dat is een Nederlandse kwak. Ja, die ken ik, de Nederlandse kwak. Alleen die zie je niet zo gauw. Nee. Dat zijn dieren die zich heel goed kunnen verstoppen. Maar het is echt familie van onze blauwe reiger. Ja. Oké. Nou, ook wel leuk om te vertellen bij die reigers. Reigers en ooievaarachtigen en kraanvogelachtigen hebben de snelste reflexen van alle vogels. Oh, echt? Want zij moeten namelijk heel mooi langs het water gaan zitten. Ja, precies. En zo stil mogelijk zitten, wachten tot er een vis voorbij komt. Ja. En als er iets voorbij komt, al is het een kikker of een klein eentje, tak. Ja, ja. En dan hebben ze hem. En zijn nu nog jong, ze hebben allemaal, zijn ze nu een beetje of 16, 17 oud. Dus ze hebben nu nog echt een schutkleur, dat ze nu uit het nest zouden gaan. Zouden ze mooi langs de vegetatie in het riet gaan zitten, dan vallen ze helemaal niet op. Nee, precies. En waar is de moeder dan? Dat ben ik. Nee, maar jij hebt ze toch ook ergens? Ja. Nee, de moeder zit nog steeds in het dierenparkje waar ze vandaan komen. Ja. En dan pakt hij zelf pakt hij met de snavel op. Ja, vangen. Hier. Oh, ja. En weg is hij. Deze bak gaat vandaag met z'n allen helemaal leuk. En dan zelfs als het op is, dan komen ze hem naar voren van mogen nog meer. Kinderen, ja. Nou, daar zitten we dan eventjes gevlucht voor de regen. Voor de regen, ja. Die komt met bakken naar beneden. Andere vogels halen. Maar dan had ik even een vraagje. Ja. Je hebt ook roofvogels. Ik ben helemaal door de spanning vergeten of Rob die nou wel of niet had. Een raaf? Ja. Of in ieder geval die mensen aanvallen? Nee, een raaf is geen roofvogel. Een raaf is een aaseter. En mensen aanvallen, dat heeft alles te maken met de mensen hun eigen gedrag. En niet met die roofvogel zelf. Buizers worden vaak, zeg maar, ik ga het woord niet gebruiken. Want dan zetten ze iets voor wat ik dus helemaal niet passend vind. Maar een buis wordt vaak beticht dat die mensen aanvalt. Nee, hij valt in feite zijn nest bedreigen. En wat gebeurt er dan? Felle harde lopers met felle kleuren. Vroeger, mensen liepen ook hard, maar hadden gewoon eenvoudige kleuren aan. Maar tegen hele felle kleuren, die zien die buizen als een stuk bedreiging. En daar duiken ze op af. En wat er met die oeh gebeurd was, kijk, die oeh komt uit de gevangenschap. Die was ontsnapt. Ja, die uil in Amsterdam. Ja, oh, ik weet wel, ja. Nou, die was dus ontsnapt. Die uil, die kent één gebaar maar, en dat is eten. Hij kan zelf niks vinden in de natuur, dus hij krijgt eten. En hoe wordt dat dan gegeven? Dan staat de houder van zo'n uil, die staat zo, met een kuivertje in zijn hand. En wat doen mensen die uil zien zitten? Die wijzen, hé, daar een uil. En die uil die zoveel dagen gezworven heeft en niks gegeten heeft, die denkt, eindelijk een kuikentje, weet je, die duikt op die mensen af. Maar niet om die mensen aan te vallen, om dat kuikentje te pakken wat er niet is. Ja. Ja, dat werkt heel, heel aanverrechts op dit soort dieren. Oké. Ja. Dit is het echte werk, hè? Ja. Kijk eens kijken hoe mooi beest. Hij schuift achter zijn vleugels. Kijk, zie je dat. Oh, prachtig. Jongens, dat is echt niet. Zo, niet te dichtbij. Nee, niet. Het is een arend en heel erg territoriaal. Ja. Zien hoe sterk ik ben, hè? Ja, zwaar, hè? Wat zullen we doen, Caroline? Ja. Nee, als je niet wilt. Maar ik wil geen muis vasthouden. Ja, dat durf ik. Doe de kuiken. Hè? De kuiken. Nee, maar. De uitdaging. Kom. Je haalt hem meteen af. Ik haal hem meteen af. Ik sta niet in voor jouw kapitaal. Je moet even dit op laag houden, hè? Ja. Hand van de Oh, joh, echt. Hop. Ik hou van jou. Oké? Dat gaat goed. Frans. Kom.
Ik ben dit kan je thuis allemaal vertellen dat je dit gedaan hebt, hè? Oh, okay. Je haalt hem nog af. Ik haal hem er meteen vanaf. Ik zweer het je dat ik hem vanaf. Ja, kom. Ja, hij is er bijna. Oh, wat mooi. Lachen. Haal hem eraf. Je hebt het gedaan. Oh, ditje neem je er af. Je hebt het gewoon gedaan. Ik heb het gedaan, Berend, ik heb het gedaan. Echt super mooi om te zien, vind ik, hoe jij over jouw dieren vertelt en over je workshops en over de show. Echt, ja, vind ik echt wel, de liefhebberij straalt er vanaf, zeg maar. Maar dan denk ik, hoe oud ben jij? 21. 21, zo. En hoe lang doe je dit? Vogels trainen doe ik al zo lang als ik me kan herinneren eigenlijk, en vogels houden. Maar de demonstraties op het Vogelhof doe ik nu voor het derde seizoen. Oké, maar je zei op een gegeven moment tegen je ouders, nou, ik wil heel graag een uil. Ik hoef geen hond, maar... Ja, ben ik benieuwd hoe dat dan gaat. Ja, precies. Ja, hoe ben je ertoe gekomen? Ik ben eigenlijk begonnen met gewoon wat kippen in de achtertuin. Ja, en ja. Na die kippen kwamen fazanten. En na de fazanten kwamen de reigers, neus van vogels. Ik heb eigenlijk van alles gehad. En dan wilde ik eigenlijk kweken, maar ik kon de verrière niet uitblijven. Dus ik wilde alles trainen en alles moest uit de verrière komen. Moest los kunnen vliegen. En iedereen kende mij natuurlijk hier dan van de vogels, die hier al bij de Jacobushof kwam. Ja. En zodoende ben ik eigenlijk zachtjes aan met de shows begonnen. Ja. Dus iedereen die vroeg, kun je niet even met je vogels komen? En heb ik het eerste jaar gedaan, ben ik altijd op locatie gegaan. Ze gingen vogels in de kistje, gingen mee met de auto, gingen ze naar school toe. Maar nou ja, iedereen wordt ouder en ja, in ieder geval, ik ben nog steeds maar 21. Ja, maar net zeggen, je bent ouder, je bent 21, joh. Nee, maar ik kan me voorstellen maar dat krijg je dan... Dan krijg je een beetje een andere visie. En in mijn ogen is een vogel meenemen naar een locatie, daar op een paaltje vastbinden, vasthouden en laten zien. Dat past aan de 2017 niet meer. Nee. Dus toen heb ik eigenlijk bedacht, hoe ga ik dat aanpakken? En nu wil ik een demonstratie neerzetten waar eigenlijk de vogels centraal staan op een eigen locatie, waar ze los kunnen vliegen, hun eigen natuurlijke gedrag kunnen laten zien. En waar we eigenlijk meer de educatie uit kunnen stralen dan het zijn de attractie voor bezoekers. Ja. Wat vind je nou de mooiste vogel die je zeg maar zou willen hebben in jouw arena? De mooiste vogel? Ja. Dat is een vogel die heel veel mensen niet kennen en dat is een gewone neushoornvogel. De Oriental Pied Hornbill. En dat is een Aziatische neushoornvogel. Die hebben die enorme snavels. Ja, ik ken hem wel inderdaad. Ja. Heel grappige vogel. En die zijn ongeveer vergelijkbaar met de Europese oer. Dat zijn echt wel flinke vogels. Ja. Ik vind het heel interessant dat jij er zo op zo'n jonge leeftijd al zo erg mee bezig bent. Dan denk ik, je zei het straks, ik ben eigenlijk de vader of de moeder van die beesten. Maar je wilt er ook misschien een keer uit of op vakantie of... Of kan dat niet? Op vakantie kan niet heel vaak, maar ik heb wel, we zijn totaal met een team van 7 man. Dus als ik op vakantie ben, dan zijn er wel andere mensen die voor mijn vogels kunnen zorgen. Oh, oké. Dus, en dat is een beetje een bij elkaar gevonden groepje van mensen die bij de Beekse Bergen hebben gewerkt en op andere plekken met vogels hebben gewerkt. Allemaal dus, liefhebbers. Ja. Allemaal liefhebbers, ja. Leuk joh. Goh. Mooi. Dat gaat zo niet met je tweeën bek in de bek. Dit zijn broertjes. Ja, twee lepelaars. Het is niet broer en zus. Het zijn wel een mannetje en een vrouwtje. Okay. We hebben ze wel samen grootgebracht, maar het is geen broer en zus. En hoe heet ze? Of hebben ze geen namen? Ja, ze hebben zeker namen. Mes en vork. Lepelaars, mes en vork. Mes en vork. Ja. Wie is mes? Mes is met de hoge ring. En met de ring op zijn poot, dat is vork. Dat is vork, oké. En dan eigenlijk moet je op zijn Afrikaans uitspreken. Vork. Mes en vork. Mes en vork. Oké. Namens Mes en Vurk ook bedankt voor het kijken. Ik hoop dat u mij nog kan verstaan. Heel graag tot de volgende keer. Heb je nou de volgende doei gezegd? Nee. Ach. Dan moet je er nog even op trainen, hoor.